Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Hier een schot vanuit de tweede lijn. Was dat Phil Foden die het probeerde? Dan hebben we een gekadreerde doelpoging van de 20-jarige Engelsman. Sterling, ja, opnieuw wat pech. Krijgt hem tegen de hiel, dacht ik. Cancelo. Dit kan toch niet blijven duren, hè? Dat City... Goeie center dit en daar is hij al, de goal. Jawel. Het is een mooie, want die bal aan de tweede paal door Bernardo Silva overhoeks binnengekopt. 0-1 voor Manchester City. En Borussia Mönchengladbach kwam er nauwelijks aan te passen in het eerste half uur. Geen 40% balbezit. Dominantie voor City. En bij de tweede mogelijkheid is het raak. Dat ziet ook Kevin De Bruyne. 0-1 voor de Citizens. Oh, dit is een grote fout. Zo hebben we er nog één gezien gisteren. En hier is de kans op de 0-2. Maar pak uw tijd, hè, Jesus. Gabriel Jesus, jongens, jongens. Die heeft daar alle tijd inderdaad om de 0-2 van te maken. Om het te beslissen na die dramatische paas van Ben Zebaini. Daar zijn ze weer. Omschakelingsmoment en Stindel mag af en toe wat sneller gaan bij de captain. Dit is buitenspel. Dacht ik. Dacht ik ook. Maar hier is Zakaria voor de goal. Plea, Plea met de hak. Oh, oh ja, dat was nog gevaarlijker dan het leek. Hij wordt niet gevlacht voor buitenspel. Ah, dat gaan ze toch nog eens herbekijken, denk ik. Ja, het was de rechtse centrale die bleef hangen. Wel een goede infiltratie van Zakaria. En dan inderdaad Plea met een geweldige hakbal. Ja, dit is een goede voorzet hoor. En dan wordt hij binnengeduwd. Jawel, het is dan toch 0-2 voor Manchester City. Je mag een kans laten liggen als je dat dan goed maakt met een doelpunt 5 minuten later. Dat is wat Gabriel Jesus heeft gedaan. 0-2 voor Man City. En dan lijkt het moeilijkste, het grootste deel van het werk gedaan voor Guardiola en de zijne. Na 65 minuten. Identieke situatie als de eerste helft. Cancelo. Positioneert zich daar, rechtervoet, tweede paal. Nu niet zelf koppen, achteruit. En Jesus met zijn linker tikt die bal net voor Elvedi. Elvedi binnen, alweer denk ik. Elvedi die net te laat komt. Nee, het was Elvedi niet, denk ik. Ginter. Ja, ja, het was Ginter. Hier is City nog een keer met een scherpe hoek voor Foden. Maar desondanks probeert hij het toch nog met een knap uitgevoerde trap. Die weliswaar niet gekadreerd is. Ja, weer Cancelo tot bij Gundogan. En dan eigenlijk de juiste techniek toegepast. Foden. En gaat City er nog een derde bij prikken? Nee, Riyad Mahrez, scherpe hoek met zijn rechtervoet. Dat was makkelijk voor de doelman. Goed, van Aguero. Fantastisch. En dan Mahrez,
Wat gehinderd door Lazaro, maar met zijn rechter. Oh, dit is nog gevaarlijk. Een slechte bal van Rodri. En dan is er toch nog een bal tussen de palen. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd geeft City het nog bijna zelf weg. Maar scoren lukt niet, want Ederson staat op de goede plek. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.